Rotterdam Centrum. Tijdens de ochtendspits krijgt kazerne Baan via de alarmcentrale een spoedmelding binnen. Trio 1, inzet 0631, ongeval wegvervoer letsel. Onderweg krijgen ze van centralist Erik extra informatie die het ergste doet vermoeden. 0631, AC over. Maurisstraat van Oldenbarneveldstraat, zo onder de tram over. Correct, ligt volledig onder de tram. Alleen de benen zouden er nog onder vandaan steken over. Ja, genomen, onderweg. Als wij uitdrukken voor een ongeval met een tram, en in dit geval was gelijk bekend dat het een aanrijding van een tram en een persoon was, dan ga je gelijk van het ergste uit, want er zijn maar weinig mensen wie dat na kunnen vertellen. Bevelvoerder Harold bereidt zijn team voor. Iedereen is gespannen. We weten eigenlijk allemaal, als we naar zo'n ongeval gaan, dat we even allemaal op scherp staan. Een tram is een groot en log apparaat en als die een persoon aanrijdt, dan is het maar zelden dat dat goed afloopt. Ja, je weet gewoon op dit moment is het serieus. We rijden voor een vrouw die onder een tram ligt en dan telt gewoon elke seconde dat wij sneller er zijn in de overlevingskansen van zo'n persoon. Bij aankomst haasten ze zich met allerlei eerste hulpmiddelen snel richting slachtoffer. Het is druk in de straat en er zijn al meerdere mensen te hulp geschoten. Bevelvoerder Harold neemt de situatie snel in zich op. Het vrouwelijke slachtoffer is aanspreekbaar, de passagiers staan buiten en ook de trambestuurder lijkt ongedeerd. De trambestuurder heeft een noodstop gemaakt waardoor de vang naar beneden komt. Een vang is een soort rooster wat naar beneden komt wat ervoor is dat een persoon niet onder de wielen terecht kan komen en in ieder geval ervoor blijft liggen. Maar als dat met een dusdanig hoge snelheid gaat, loopt dat ook maar zelden goed af. Ze is dankzij een veiligheidsmechanisme niet onder de wielen terechtgekomen. Ja, maar het is alleen de vraag of met letsel, mag ze eronder uitkruipen, ja of nee? Ja, Andries zit nou bij de. Hier zit een stang, die houdt even vast, want ze klapt erop aan de handen. Je blokken hebben, voor die stang. Met man en macht wordt samengewerkt om de vrouw snel en veilig onder de tram vandaan te halen. Mensen die in de tram zaten, die zijn veilig naar buiten gekomen. En de trambestuurder die staat eigenlijk naast de tram. En die vraag ik gelijk uit wat er gebeurd is. Daar is de bestuurder van de tram. Ja. Is brand? Nou ja, een beetje trillen. We proberen er zelf onderuit te komen, maar we proberen het blijven alsjeblieft. En wat ik begrepen heb van de trambestuurder is ze aankomen fietsen. Vermoedelijk van de fiets gevallen en toen onder de tram geschoten. Heb je een flesje water van de schrik? Nee? Nee, ik heb wel water pakken hoor. Je kan ook even zitten als je. Vrij snel blijkt in dit geval dat we samen met de ambulancedienst eigenlijk heel makkelijk die vrouw eronder weg kunnen halen zonder zwaar gereedschap in te hoeven zetten. Want eigenlijk ligt ze helemaal onder de tram, maar zit ook niet vast. Ze lag eigenlijk precies voor de vang en verder niet bekneld. Ze was aanspreekbaar. Dus ook in overleg met haar hebben we gewoon besloten van we gaan nu eronder uittrekken. En dat ging eigenlijk heel makkelijk in dit geval. 0631 over. Ja, na de berichtje de problematiek met RUP wordt dat de calamiteitenleider afgehandeld. We blijven even de plaats van spandiensten. Ik schat in dat we met een 24 minuten inzetbaar zijn over. Het ambulancepersoneel is natuurlijk verantwoordelijk voor het slachtoffer. Alleen wij zijn verantwoordelijk voor het gehele incident. En in samenspraak met de ambulancepersoneel en de politie hier lossen we zo'n incident met elkaar op. Alleen de bevelvoerder van de tankautospuit van de brandweer die blijft aan alle tijden verantwoordelijk voor het gehele incident. Iedereen goed beet op 3, 1, 2, 3, 4, 5. Het slachtoffer is uiteindelijk zonder ernstig lichamelijk letsel onder de tram vandaan gehaald. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ja, persoon in de ambulance, in overleg met de OVD. De RT calamiteitenleider is er voor ons. Niks meer te doen. Wij gaan inzetbaar. Zo zie je maar dat je ook af en toe van het ergste uitgaat en dat het achteraf allemaal reuze meevalt. En dan zie je ook bij de mannen, dat is toch wel een soort van ontlading van de persoon is er veilig onderuit gekomen. En we maken het vaak anders mee.